Dan zet je hem dan liever op zo'n school waar hij dus echt streng bewaakt wordt. Dus AKA gevangenis. We kennen die mensen wel. Ja, ik heb ook zo'n lijntje, weer een lijn. Je ziet ze elke dag. Welkom, he's in the building. En je hebt je zoon meegenomen, Randy. Ja. Jawel. Je bent een vlogger, heb ik gehoord. Heb ik me laten vertellen. Jawel. Sinds kort. Nou ja, kort. Sinds kort. Wat vlog je alles? Film je alles? Mag alles gefilmd worden door papa? Of nou, van papa? Eerst moeten we door de check, hè? Oh. Ja, hij mag veel vloggen, maar hij hoeft niet alles. Hij is net als Noord-Korea. Gaat gewoon alles gewoon checken. Nee, dit mag niet. Censuur. Klaar. We zijn hier klaar mee. Maar vertel eens even. Want net off-air waren we aan het praten. En ik heb begrepen dat jij op een school zit waar heel veel mensen, heel veel ouders, hun kinderen naartoe zouden willen sturen. We beginnen bij jou, Roué. Roué, dit is een private school. Ja, toch? Dus je moet een beetje doekoe hebben om je kind hier naartoe te sturen. Een beetje veel. Ja. Dus, of we moeten bij jou gaan lenen of zo. Maar in ieder geval, je dacht op een gegeven moment, ik zet hem op een privéschool. Waarom? Omdat hij heeft VMBO-T gedaan, daar zijn we hartstikke trots op. Maar hij wil HAVO doen. Mm-hmm. Alleen we weten, hij heeft begeleiding nodig, echt. Ja. En als je het kan, dan zet je hem dan liever op zo'n school waar hij dus echt streng bewaakt wordt. En ik overdrijf nu een beetje, maar het is echt, ze maken geen grappen daar. Maar geen grap in de zin van, ze hebben een zweep als je zijn huiswerk niet maakt. Goed, wat ga je nu leren? Bij wijze van. Oké. Maar het is strak, het is elke dag van 9 tot 5 school, elke dag. En hij heeft geen tussenpaar, hij kan nergens naartoe. Nee, mag je op straat? Het is één keer één gevangenis. Ik kan het zo noemen. Je mag, als les uitvalt, moet je naar de studiezaal, moet je huiswerk maken. Dus je kan niet, het gaat niet. Wow. Nee, je hebt nooit vrij. Hij vroeg bij een intakegesprek, want je hebt een intakegesprek bij zo'n school. Ja. En toen vroeg hij maar, stel ik ben eerder klaar. Toen zei hij, je bent nooit eerder klaar. Ja. 9 tot 5 heb je school. En als je klaar bent, dan heb je nog een boek te lezen of wat dan ook. Je bel gaat ook alsof een gevangenis, hè. Zo, en dan moet je naar les. Maar ik kan me voorstellen, want nu lachen we erop. Maar was er een moment dat je dacht, zo, dit is wel heftig hoor. Dit is wel serious business. Ja, bij die intake. Maar ja, ik heb elke dag nodig. Maar hij heeft het ook zelf. Het is niet, we hebben hem niet daar. Nee, hij kwam er zelf mee. Okay. Als het kan, liever daar, want dan kan ik geconcentreerd. Ik heb het nodig, alles. Dus nu moet hij niet doen alsof. Nee. Maar stel, je meldt je ziek. Want dat doen sommige kids. Ja. Maar dan gaan ze iets anders doen in de stad. Of met iemand. Ja. Wat gebeurt er dan? Stel je. Sowieso moeten ouders bellen wanneer je thuis bent. Want ze gaan ervan uit dat je naar huis gaat. Ja. Als dat niet gebeurt, ja, volgens mij les inhalen. Je moet gewoon les inhalen. Hij heeft elke dag school van 9 tot 5. Elke dag. Heb je een keer je huiswerk niet af, dan moet je een uur langer blijven. Tot 6. En als je een keer bijvoorbeeld je telefoon overgaat wanneer het niet moet, want ze willen niks, hè, dan moet je het een week inleveren. Wat? En dus met simkaart. En niet zo van, dan gaat je zin in een andere telefoon. Met simkaart. En zaterdag. Nee, als je onvoldoende hebt. Onvoldoende, zaterdag 9, 12. Zaterdag 9, 12 naar school. Maar broer, dit is de uitvinding, man. Want mensen zeggen in de politiek, ja, we weten niet hoe we onze kennis-economie op peil moeten houden, hoe we de kinderen op school moeten houden. Zo. Dit is de oplossing! Precies, alleen het is voor de overheid heel veel geld. Maar de overheid heeft genoeg geld. Dit zouden ze moeten doen. Ze bouwen soms dingen, ik denk, dat was niet nodig. Maar dit kan. Ja. We hebben dit gewoon genoteerd. Dit is gewoon, maar wil je later ook bijvoorbeeld, als je vader een comedian worden, of denk je, deze opleiding is grappig genoeg, ik hou het hierbij. Nou, vroeger wilde ik dat wel, maar ik heb begrepen dat ik niet zo grappig ben. Dus ik ben niet allemaal zijn vader, dus voor mij is het gewoon, ja, Nike, weet ik nu al. Hij wil businessman worden. Oké. Tenminste, dat zie ik nu al. En dat is iets van zijn moeder. En die kleine, Julian, die gaat richting artistiek, net als zijn vader. Korte manager. Oké, jij bent zijn manager. Jij gaat money bij iedereen maken. Maar gaan jullie ook nog iets voor ons coveren? Of gooi ik jullie zeg maar... Nee, er kwam net een vraag. Gaan jullie iets coveren? Ik zeg... Mijn vader niet, en coveren gaan niet samen hoor. Nee. Zingen, ik heb dat, kan dat totaal niet eens Johnny een beetje. Johnny Gill gewoon... Maar, ik hou van... Ja, dat kan ding. Dat kan je toch zingen? Nee, ik kan het niet zingen. Ik kan ervan genieten. Oké. Okay. Nee, ik kan niet. En heb jij zangtalent? Raptalent? Nee. Julian die kleine, die kan echt mooi zingen. Hij zit ook op musical school en zo. Ja. Maar wij hebben dat niet. Oké, jullie kijken gewoon. Ja, we Hey yo, this is Ziggy Ricardo. Right about now, you're locked into Nando Leaks, the wickedest, most exclusive music in the world. You hear right here for the first time. So keep it right here. Cause you don't know, Fernando Barnes a winner, I'm blessed. Booyah! The Nando Leaks.